kan je van 2000 begonnen in Nederland met belparkeren. Wat doet belparkeren? Belparkeren is het aan- en uitzetten van de parkeermeter om te betalen voor betaald parkeren. En nu dus in 30 steden in Nederland. In 85% van de Nederlandse parkeerplaatsen met betaald parkeren worden nu al bediend van het belparkeren. Ja, het grootste gemak van mobiel parkeren is dat je geen munten meer bij je hoeft te hebben, geen opgeladen chip meer hoeft te hebben. Je hoeft ook niet meer naar die parkeermeter door weer en wind. Ja, je hebt gewoon alle gemak en vooral je betaalt voor wat je daadwerkelijk staat. Dus eerlijk betalen voor parkeren. Ja, nou stel dat we dadelijk op eindbestemming zouden zijn en ik wil daar parkeren met belparkeren. Dan kijk ik naar de parkeermeter. Op de parkeermeter staat een nummer, dat noemen wij het zonenummer. En dat correspondeert met het tarief wat op dezelfde meter wordt afgerekend. Je zet je auto neer, je belt met Parkline. Je geeft aan dat je bij die parkeermeter staat door het nummer in te toetsen. Parkeeractie wordt gestart. U bent nu aangemeld. En als je klaar bent met wat je wilde doen, je vergadering, je boodschappen of je uitje, stap je weer in. Je belt nog een keer om te zeggen van ik ben klaar met parkeren. En het tijdsverschil maal het tarief op de parkeermeter wordt aan het eind van de maand afgerekend via een automatische kassa. Nou, we hebben naast het normale parkeren en het gemak erbij, hebben we ook extra services, zoals je hier kunt zien het wassen. Maar we hebben ook een chauffeursdienst, dat je een bob kunt bestellen op vrijdagmiddag. En je kunt ook kosten plaatsen als zakelijke gebruiker inschakelen of projectcode definities. Allerlei services voor extra gemak.